Een hele goede middag alvast, lieve vrienden. Ja, het is bijna 12 uur. Het is vandaag 7 september. En het is dus 11 uur 52. En ik wens jullie allemaal weer een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog. Het is dus vrijdag, dus ja, Astrid komt weer. Ja, dus ja, of ik vloggen kan, dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. Maar ja, mijn diertjes zijn compleet. Daar zit een hele rambam, als jullie dat zo zien. En de grote bank zo normaal. En daar is een prinsesje. En daar zit een mooie rakker. En de andere, ja, die zit natuurlijk uiteraard in de keuken. Op de vensterbank. Dus daar gaan we ook even naartoe. Ja, waarom ook niet, hè? Zou ik zeggen. Hé? Hé, tante. Tante Pullewopie. Nee, kijk je niet even. Hé, kijk je niet even. Nee, ook dat niet. Nou, doe ik dat niet, hoor. Dat, ja, daar komt de rode na. Dat gaan we beleven. Die wil ook daar nog eens gaan willen zitten. Bij kunnen. En dus ja, en ik ga even mijn broodje klaarmaken, koffiehekkel klaar. En toen was ik lekker in het donker, maar ja, daar heb ik ook niks aan doen. Ik ga ook niet meer moeilijk doen om bij te draaien of wat dan ook. Ik heb hem allemaal zo vast en ik moet allemaal weer in het licht. Ja, oh, die is ook weer klaar. Dus zullen we dat ook even weer doen. Ik ben even mijn computer aan het schonen met cc-cleaner. Want hij werd weer een beetje traag. Nou ja, dan moet je dat toch weer even doen, hè? Ja. Dus, nou, kijken of er problemen zijn die weg kunnen. Dat moet je wel af en toe eens doen. Het hoeft niet iedere dag, maar af en toe wel eens moet het gedaan worden. Ja. Want anders, je huis hou je ook schoon. Computer moet je ook schoonhouden. En ik dacht, ja, ik ben een verzamelaar. Ik maak dus al die plaatjes. En sommige die raken wel eens wat kwijt. En dan komen ze bij mij van, heb jij dat nog? Ja, ik heb het nog. Want ik gooi het niet weg. Dus ja. Mijn plaatjesprogramma er weer in. Mijn liefhebbende broer, de makelaar, die zette er gisteren een leuk plaatje. Nou, die is zeker zo leuk, maar ik ga hem natuurlijk gebruiken, hè? Ja. Ik ga hem gebruiken. Ik zal hem je laten zien. Als ik me zo wil. Vind je zo gaaf? Ja, daar moet ik wat mee doen. Maar wat weet ik nog niet. Nee, dat komt nog wel. Ik zet hem op mijn bureaublad. En ja, daar gebeurt gewoon wat mee. Dus ook zit ik er een bruidspaar bij of een paar mensen in gala kleding of wat dan ook. Ja hoor. Of ik zet er een hele andere achtergrond erachter. Dus ja, het komt allemaal goed, lieve vrienden. Maar ik wens jullie nogmaals een hele fijne dag toe. Geniet van alles. Hier schijnt de zon, maar het is ook bewolkt. En blauwe lucht. Dus ja. En af en toe zo'n regenbui. Allemaal kunnen. Daarom zitten we ook niet meer echt in de zomer, maar in de herfstperiode geloof ik al. Nou, we zullen het beleven. En ik heb gisteren iets gehoord over onweer dat het verteld was, maar of het hier was of elders, dat weet ik allemaal niet. En ja, het onweer maar ergens anders, niet hier. Want ik ben er huiverig voor, dus dat is voor mij niet. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot later op de dag. En als Astrid er is, ik weet niet of ik dat ga vloggen. We merken het wel. Ik wil toch wel een beetje rekening met haar wensen ook houden. Maar zij heeft het ook met mij te behouden. Want ja, het is mijn huis, niet het van haar. Ik zou zeggen, tot later. Hi. Hi.
Je hoeft er niet zo dicht op. Ik was even naar het lampje. Je moet even harder praten. Ik was even naar het lampje aan het kijken. Een leuk lampje, hè? Ja, dat is Mitchell dus weer. Astrid is net weg. Die loopt in de regen. Even leed vermaak. We hebben heerlijk gegeten. Wat hadden we? Harder. We hadden spessieballetjes. Nee. Jawel. Snijbonen. Ja, vind ik ook. Maar Astrid niet. Want die vond het is toch hetzelfde? Het smaakt hetzelfde. Nee. Snijbonen die doe je door zo'n snijmolen heen. Maar het komt van dezelfde boom. Nee. Snijbonen zijn lang en plat, die doe je door een snijmolen. Spersiebonen, die zijn kleiner en dunner. Het smaakt precies hetzelfde. Ja, dat vind ik maakt ook. Uit. Maar ja, snijbonen. Ja? En dat, en ik weet niet wat voor feest. Dat was kipburger. Dus we hebben heerlijk gegeten. Ja, ja. En nou is het de tijd voor, ja, het is 7:30, jullie weten het al. Tijd voor mijn diertjes. Ik moet mijn diertjes te eten geven. Hier komt Helena. Hallo. Hallo. Kiekeboe. Ja, ik zie je wel. En daar ligt mijn hondje zielig te wezen, want ik wil eten. Terwijl die eten, hè. Hè? Ja, nou. Jij hebt eten, hè? Ja. Maar je eet het gewoon niet op, want er zit niet vleesje doorheen. Nee. Hé, die rode die zit daar waar hij van. En waar mijn prinses is, weet ik niet. Nee. Mijn prinses is al boven wezen. Maar kijk, daar zit die rode raker. Hé, ja nou. Hier zit geen ja nou. Hé, rode raker van me. Dus ja, dan weten jullie genoeg, hè, dat ik sluit weer eventjes en ik kom vanavond nog wel weer retour. Want ik heb nou mijn tweede filmpje. Ja, vanochtend en nu. Verder heb ik nog niet gevlogd. Oh, wat erg. Maar maakt niet uit. We gaan gewoon door. Ik zou zeggen, tot straks. Ja, goedenavond lieve vrienden. En dan zit ik weer in het zonnetje. Ja, de lamp aan. Maar ja, dan kijk ik tenminste met een normale camera. Want met mijn mobiel ken ik trouwens ook nou niet. Want die is hier niet. Nee. Die heeft niet zo mee vanwege Pokémon jagen. En die meneer daar, die heb ik al flink op de tralie kunnen geven. Want, kijk, zijn staart opengemaakt. Ezel. Ja, ik ben zo. Hij heeft ook zijn melkwarf even weer omgehaald. En dan hou jij op. Nou zien jullie dat hij dus ook niet alleen erg lief kan zijn, maar ook heel erg stout. Ja. In een ogenblik, nou in een hele kleine mum van tijd. Zo zit Mitchell bij me op de bank, niks in de hand. Mitchell staat op, loopt naar de eettafel om mij wat uit te leggen. En ik hoor hem in een wezen en nou. In een mum van tijd. Zo sneaky. Ja, Mitchell die komt dus straks ook nog wel weer terug. Want ook zijn sleutels liggen hier nog. Zijn tas ligt hier nog. En hier liggen nog spullen van hem. Dus ja. Ik moet toch op mijn mobiel weer terug. Ja, hij is even dingen mee aan het doen met Pokémon jagen. En hij wou wel hebben dat ik meeging. Hij is samen met nog iemand in een auto. Zijn fiets staat hier ook nog op het terras, dus komt goed. En hoe heet het? Ik wil graag ook zo'n soort dingen wat doen, maar het regent en je bent niet in orde. Ik zit met mijn maag. Maandag moet ik dan eindelijk 's middags om 3:00 bij de huisarts wezen. Dus ja, daar gaan we dan naartoe. En we zullen zien wat ik daarvoor krijg. Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet nog van jullie avond verder. En als Mitchell er weer is, dan uiteraard volg ik weer even dat hij er is. En dan heb ik mijn mobiel tenminste ook weer terug. Ik moet gelijk aan de lader. En ik zou zeggen, geniet nog van alles. Ik zit naar echt deel 4 te kijken, hartstikke leuk. Senioren...
hoe heet dat nou? Seniorenjaar. Goosje. Normaal weet ik het. De Voice. Ja, de Voice. Voor de seniors. Ja, hartstikke leuk. En ik ben even op Facebook. Dus ja, wil je mij vinden? Zoek je maar op Facebook. Ik zou zeggen, tot straks. Kijk, en daar is onze Mitchell weer. Ja, hij staat, ik zit. Maar hij heeft wat nieuws voor me. Dus ik ga even kijken. Het gaat over Pokémon. Nou, even meekijken. Ja, deze twee keer. Waar binnen we daar? Deze twee keer. Oh, hek, die ook! En deze. Ah, toppie. Geweldig. Je bent een schat. Nou, ik ga meteen weer. Dankjewel. Ja, morgenmiddag, toch? 11 uur. Oh ja, 11 uur, morgenochtend. Wow! Nou ja, komt goed. Je zou me appen, dus komt goed. Zeg even gedag. Doeg. Doeg, doeg. Nou, ja, die hadden me ook wel weer af. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie avond verder. Doei, man! Geniet verder van jullie avond en tot straks nog maar even. Ja, lieve vrienden, het is alweer in de ochtend. Het loopt tegen 3 uur aan. En ja, het is buiten nog donker natuurlijk. Dus ik ga naar mijn bedje toe. Het is de hooglopende tijd. Mooi, ik sta over de bank af. Ik loop nog even naar de keuken toe. En daar is het ook donker. Oh, die het dorst. Ja, moet kunnen. Nog even wat te drinken en dan gaan we lekker slapen. Dat ik wens jullie allemaal een hele, hele fijne nacht. Voor dezelfde nachtbrakers als ik. En ik zou zeggen, geniet van jullie slaap. Rust lekker uit en graag tot aan de andere kant van de nacht. En ik zeg dan, welterusten.